Ik wil meer weten over de herkomst van FSC-hout en hoe men in het bos nou precies te werk gaat. Daarom ga ik eerst eens praten met Rodrigo, de manager van een FSC-bedrijf in het noorden van Brazilië. We have a lot of things before we go inside the forest to harvest. We make a lot of plans. The first one is a inventory of the trees in the area. And according to the Brazilian laws, we have just maximum of 30 cubic meters per hectare. So it means in a median, we imagine something between 4 and 5 trees per hectare. This is the unit job 22 and the annual production unit that is the whole area that we are harvesting this season is the number 12. On each log, we will have the number of the unit of job 22, the number of the tree, to have a link with this tree. Door deze codering is de herkomst van FSC-hout altijd te traceren, van kap tot schap, the chain of custody. Once you have harvested a couple of trees in that hectare, how many years do you have to wait to come back to that specific area to choose again a few trees? Normally, in this farm where we are working now, 35 years. 35 years? Yes, in the other land that we harvest, that we have a public concession, 30 years. What do you know about how the forest is restoring after the cut of a few trees? Because after you cut the biggest ones, when they fall down, they open the space to get more sun and more waters for the new ones start to grow more fast. Ik ga naar een lokale basisschool die financieel ondersteund wordt door het FSC-bedrijf. Ik spreek daar met Andrea. They are relating the tree and the birds, and the tree is very important for the bird. And the birds are very important for the trees. Yes. That's it. And this is what we need to do. Yes. To start with this mulch. To raise awareness and knowledge. We can train the teachers. How important this material is. Yeah. And develop materials and everything. Het is gaaf om te zien dat er hier op school al aandacht besteed wordt aan de waarde van het bos. Dit is een onderdeel van het sociale aspect van het FSC-label. Dat komt ook tot uiting in goede huisvesting voor de werknemers. De FSC-bedrijven zorgen voor goede huisvesting, gezond voedsel en fatsoenlijke arbeidscontracten. Hierdoor krijgt het bos waarde voor de lokale bevolking en zien ook zij het belang van duurzaam bosbeheer. Ik ben nu in Suriname en ik sta hier naast Guillermo. Guillermo, we staan hier in jullie concessiegebied. Nou zeg je dat dit 1 jaar geleden dus gekapt is. Ja. En je ziet hier al allemaal groen opkomen. Ja. Zou je mij een beetje een beeld kunnen schetsen hoe het er hier uitziet over 5 jaar? Over 5 jaar, wat je nu ziet, over 5 jaar zou dit helemaal dichtgegroeid zijn. En hoe hoog zouden nieuwe bomen dan alweer kunnen zijn? Over 5 jaar is van 12 meter. 12 meter? Ja. En hoe lang kom je nou niet in dit stukje nadat 1 jaar geleden heb je deze gekapt? Wanneer kom je nou voor het eerst weer terug in dit vak zo ongeveer? Als het gesloten is, ja. Dan komen we weer na 25 jaar zo'n vak binnen. Ja. Dan is het dus weer ondoordringbaar oerwoud. Nou, die boomstammen die geveld zijn, die worden natuurlijk ook het woud uitgesleept. En hier zie je eigenlijk een beetje in een visgraadmodel. Die sleeproutes. 1 jaar geleden werden hier een paar boomstammen uitgetrokken. Maar ja, ook hier zie je overal dat er alweer nieuwe bomen opkomen. Voor een paar jaar is het ondoordringbaar. En ook hier staan over 25 of 35 jaar alweer grote bomen. Hoe ga je om met de veiligheid van jullie mensen? Elke jaar krijgen die operators van ons een real training. Dat staat voor reduced impact logging. En van bedrijfkant uit moeten we onze mannen, onze arbeiders, sowieso voorzien van onze veiligheidsvoorschriften. De zagers, hebben die nog andere beschermende maatregelen behalve dit? Ja, klopt. Sowieso bij een veller, die man die zelf velt, die krijgt zo'n chap, een beschermer. Ze noemen het een chap. Dat in geval er iets gebeurt, hij valt of gaat iets mis, het komt tegen zijn voet aan, dan is daar een beveiliging. In het tropisch klimaat
groeit alles 365 dagen per jaar. En dat is de reden dat de natuur op zich in de tropen zich heel makkelijk en snel kan herstellen. Hier zijn 2,5 jaar geleden een aantal bomen gekapt en dit is de sleepgang. Dit was een pad 2,5 jaar geleden, maar zie wat er nu is gebeurd. Het lijkt wel weer een oerwoud. Dit zijn allemaal nieuwe bomen en die zijn de laatste 2,5 jaar gegroeid en die gaan de komende jaren verder de hoogte in.